Hey, dit is Steven van wetenschapsschool.nl. Hier een filmpje over het vermogen. We beginnen even met energie. Energie wordt gemeten in joule. Dat zien we hier samengevat. De eenheid van de energie is de joule. Het vermogen wordt gegeven in watt. En watt is niks anders dan de hoeveelheid joule per seconde. De hoeveelheid energie per tijdseenheid. Nou, hier zien we dat nog een keer samengevat. De eenheid van het vermogen P is de watt. En dat is gelijk aan joule per seconde. Nou, het vermogen geeft ons dus de energieverbruik per tijdseenheid. En hoe groter bijvoorbeeld het vermogen van een waterkoker is, hoe meer warmte die waterkoker dus per seconde genereert. Dus als we twee waterkokers vergelijken en we willen weten welke meer warmte produceert, dan vergelijken we niet de spanning, niet de stroom, maar het vermogen. Hoe groter het vermogen van een lamp is, hoe groter de lichtintensiteit, dus hoe feller die lamp is. Dus als we een lamp in twee schakelingen bijvoorbeeld willen vergelijken, dan kijken we naar het vermogen om te kijken in welke schakeling die lamp het vel sprandt. Nou, er zijn twee formules voor het vermogen. Eén is u keer i, andere is i kwadraat keer r. En ondertussen hebben we al die eenheden al een keer gezien. Nou, naast de si eenheid voor energie, genaamd Joule, wordt ook voor de energie vaak gebruik gemaakt van de zogenaamde kilowattuur. Dat korten we af met k, hoofdletter w, h. Nou, de formule, een andere formule voor het vermogen is delta E gedeeld door delta T. Delta E is energieverbruik en delta T is de tijdsduur. Dus als we de energieverbruik delen door de tijdsduur, dan vinden we het vermogen. Nou, meestal wordt de energie gemeten in joule, de tijd wordt gemeten in seconden en dan komt automatisch hier bij het vermogen de watt uit. Maar we kunnen ook met de volgende eenheden werken. Als we het vermogen niet in watt, maar in kilowatt invullen in deze formule, als we de tijd niet in seconden, maar in uur invullen in deze formule, dan krijgen we automatisch dat de energie gegeven wordt in kilowattuur. Dus als we hier werken met um, watt en seconden, dan vinden we voor de energie joule. Als we werken met kilowatt en uur, dan vinden we hier automatisch voor de energie kilowattuur. Merk nog even op dat kilowattuur niet hetzelfde is als kilowatt per uur of zoiets dergelijks. Kilowattuur is gewoon één woord, het is eigenlijk kilowatt keer uur en het is net als de Joule gewoon een maat voor energie. Het heeft dus niks met per uur te maken, het is net als Joule gewoon een maat voor hoeveelheid energie. Nou, tijd voor een voorbeeldje. Stel dat een lamp een vermogen heeft van 1000 watt en dat de lamp één uur aanstaat. Hoeveel energie heeft deze lamp dan verbruikt in Joule? Hoeveel heeft hij verbruikt in kilowattuur? Dus we gaan even met beide eenheden werken. Delta E is P keer delta T, dat is de formule van net even omgeschreven. P is hier gelijk aan 1000 watt, maar als we in kilowattuur willen rekenen, dan maken we er even kilowatt van. Dat wordt dus 1 kilowatt. De tijd willen we gewoon in uren laten staan. We hadden 1 uur hier en dan doe ik hier 1 keer 1 en dan vind ik 1 kilowattuur. Dus nogmaals, als we in kilowatt en uren werken, dan komt hier kilowattuur uit. We vinden dus dat deze lamp 1 kilowattuur verbruikt. Nou, we kunnen hetzelfde doen ook met uh, watt en seconde. Dan vullen we bij die p gewoon de 1000 watt in, zoals je hier kunt zien. Voor de tijd vullen we seconde in. In een uur zitten 60 keer 60 is 3600 seconde. En als we dit met elkaar vermenigvuldigen, dan vinden we dat de lamp 3,6 keer 10 tot de zesde e joule aan energie verbruikt. 1 kilowattuur is dus gelijk aan 3,6 keer 10 tot de Zesde joule. Dit kan je ook in binas vinden, het is handig om het gewoon te onthouden dat je snel kilowatturen en joules in elkaar kan omrekenen. Nou, met deze formule P is delta E gedeeld door delta T kunnen we ook werken met raaklijnen en met oppervlaktes. Die formule lijkt ook een beetje op V is delta X gedeeld door delta T en die werkt in principe hetzelfde als het gaat om die raaklijnen en om die oppervlaktes. Als we een E-T-diagram hebben, een e diagram dan is de raaklijn gegeven door delta E gedeeld door delta T. En dat betekent dus dat die raaklijn gelijk is aan het vermogen, want delta E gedeeld door delta T is het vermogen. Nou, met een raaklijn in een E-T-diagram vinden we dus het vermogen. Nou, in een PT-diagram, vermogen tegen de tijd, daar is het oppervlak onder de grafiek gelijk aan de energie. Het oppervlak is hier immers P keer delta t en p keer delta t is gelijk aan delta e. Dus hier vinden we de energieverbruik uh, door het oppervlak onder de grafiek te vinden. Dus een raaklijn in een ET-diagram is het vermogen. Oppervlakte onder een pt-diagram is de energieverbruik delta E. Nou, hier nog even twee voorbeelden. Deze komt uit een, een of ander examen. We wilden op een gegeven moment weten uh, op welk moment het vermogen het grootst is. Dan kijk je dus waar de raaklijn het stijlst zal zijn. En dat zal ongeveer hier zijn. Hier loopt de lijn het stijlst. Dus als we hier delta E door delta T doen, vinden we het grootste vermogen. Dus ook al is hier de energie het grootst, het vermogen is hier het grootst, want dat gaat om energieverbruik per seconde. Hier is het vermogen trouwens nul, want hier hebben we een klein horizontaal stukje. Dus op dit stukje wordt geen, even geen energie verbruikt. Nou, nog een voorbeeld uit een oud examen. We hebben hier een PT-diagram. Wat is hier de totale energie? Nou, dat is gewoon gelijk aan de oppervlakte onder die grafiek. Let wel even op die kilowatt en die milliseconden hier. Dus als we bijvoorbeeld alvast even het oppervlak van één hokje willen bepalen. Nou, de lengte van één hokje is hier 0,05, zoals je kunt zien. Want dit is 0,1, dus dit is dan 0,05. Maar er staat hier milliseconden, dus we willen nog even keer 10 tot de min derde doen om dat in seconden te hebben. En de hoogte van één zo'n hokje is 10, maar dat is kilowatt hier, dus dat is 10 keer 10 tot de derde. Als we dit al met elkaar vermenigvuldigen, dan vinden we dat één hokje overeenkomt met 0,5 Joule. En als we dan alle hokjes bij elkaar tellen, dan noemen we dat keer een half. En dan weten we de totale energie die hier verbruikt is. Nou, als je dit netjes optelt, vinden we 9,5 hokje. 9,5 keer 0,5 joule is 4,8 joule. Dus we weten dat hier 4,8 joule aan energie verbruikt is. Goed, dat was hem weer. Dank voor het kijken. Wil je mijn kanaal steunen? Klik dan op de like-knop. En vooral ook op de subscribe-knop. Voor het volledige lesprogramma kun je terecht bij wetenschapschool.nl. See you next time.